maar opnemen. Gewoon het gesprekje opnemen. Ja? Want ik had gehoord dat er sensortjes in zaten. Nee. Hier zit een telecontroller in. Ja? En die kunnen ze dus op afstand bij de gemeente kunnen ze de dingen dimmen. En, Oké. Maar dat gaat dus via 5G of? Nee, LoRa-netwerk. Ja, maar is het niet de voorloper voor 5G? Nee, het is anders. Maar kunnen ze er niet zenden? Want bijvoorbeeld met die metertjes, die elektronische meters, ja, die zijn ook al aan elkaar aangesloten. Dus als de ene zendt het naar de andere, de andere zendt het naar de ene. Nee, maar dit is een heel apart netwerk, is dit. Buiten de 4G om, dit is gewoon een LoRa-netwerk. Dat draait wel op de masten van de KPN, er zitten aparte zenddingen weer tussen. Ja, gewoon een aparte frequentie, zeg maar. Ja. Dat is gewoon een aparte frequentie. Oh. 4G dus zit weer op een andere frequentie, 5G ook, en dit is ook weer een andere frequentie. Ja. Dat is het eigenlijk. Maar ze hebben gewoon een apart netwerk genomen om een verstoring tegen te gaan, zeg maar. Aha. En in principe is dit natuurlijk ook minder groot kraken, en als je het kraakt, dan kun je ook alleen maar weer de lampjes. Ja. Dus dan moet je want ik zat laatst Jensen te kijken, ja. En toen kwamen die lampen er ook in. En toen zaten die zendertjes voor 5G zaten al in die stop in die lantaarnpalen. Ja. Dat is dit niet. Dat is deze nee, niet. Nee. Maar ze zijn er dus wel. Ja, ze zijn er wel. Hoe zien ze eruit dan, die lantaarnpalen waar ze in zitten? Zaten die nieuwe met die letter kun je bijna niet zien? Nee, het zit er helemaal ingebouwd, hè? Ja. Oh. Je hebt soms wel eens van die lantaarnpalen, zit zo'n klein dingetje bovenop. Ja. Nee, maar het gaat eigenlijk meer om die 5G wat ze natuurlijk gaan installeren. Ja, daar hoef je niet blij mee te wezen. Nee, want het zijn elektronische magnetische straling. Ja. Dat is hetzelfde als een microwave. Dat staat ook. Ja, hè, en dan zie je. Ja, maar het gaat erom als jij ijzer in je hebt, dit en dat en zo. Dan wordt je hele lichaam raakt gestrest. Ja, door, maar koeien werden er zelfs nog gestrest van, hadden ze toch getest? Ja, alles. Ja. Wordt, snap je? Want jij bent. Want jouw lichaam geeft kleine stroomstootjes. Hè, zo beweeg je, snap je? En als dat de hele tijd belast wordt, komt jouw lichaam in een soort stressmode. Hè, en dan ben je gewoon moe en heb je geen goede gedachten. Snap je? Dus het is eigenlijk. Daar werk ik van. Lach er maar om. Oh. Tijdens de Irak-oorlog hebben ze dat dus op die bevolking, op die soldaten getest. Ja, ja. En die werden helemaal sloom. Ja, die worden helemaal boos. Ja, dus... Dat is wel wat aan de hand met de 5G, dat klopt. Oh. Ja. Ik vraag het even aan de kenner, want... Maar dit is wel wat anders. Dit is wat anders. Ja, want ik verdiep me er een beetje in, gewoon... Waar kun je melden eventueel voor de lichtsterkte? Want dit is ook weer dan... plaatselijk, hè? Hij moet er per se weer bij. Nee, joh, hij is een collega. Ja. Echt wat kloot. Zal ik hem even filmen? Alcohol is nog niet helemaal uit. Nee. Waar kon je melden? Bij de gemeente? Ja, voor de gemeente, ja. Ik heb de indruk dat deze dan ook meer... Die staat ook over dwars, dus die staat eigenlijk een beetje die zijstraat in te verlichten en door dat parkeerbord te verlichten. En dat is een beetje een euro. Maar die andere waren rondstralers. Ja, dus deze brengt al minder naar voren. Ja. Dus het licht hier bij waar nou de bus staat, moet al een beetje van deze weg komen. Maar ik denk niet eens dat die bus verlicht wordt. Ik heb geen idee. Nee. Ik heb zoals nog niet gekeken. Komt namens kikker aan. Ja, dag. Bijvoorbeeld, jullie doen overal blauw licht in, hè? Nee, joh. Nee, maar het is een blauw licht wat erin zit. Ja, dank je. Oorspronkelijk. Dit is een hele lage... Ja, maar volgens mij is rood licht beter, heb ik gehoord, hè? Waarvoor? Voor je gemoedstoestand. Blauw is, laat maar zeggen, stimuleert je hersenen, laat maar zeggen, om actief te worden. Ja, daarom mag je s'avonds geen computers meer kijken en telefoontjes, dus kun je niet slapen. Ja, en rood licht zorgt ervoor dat je beter voelt. En blauw licht staat voor mannelijkheid en rood licht staat voor vrouwelijkheid. In de plantenwereld. Ja. Dus we moeten gewoon blauw licht hebben? Nee, we moeten geen blauw licht, we moeten rood licht hebben. Ja, lach er maar om. Nee, we gaan er tussenin zitten. Dit is een beetje warm wit. Oh. Ja, dat is geen puur wit, zoals je vaak ziet met letters. Ja. Dat is allemaal puur dit. Maar dit is gewoon wat warmer, zeg maar. Wat geler. Ja, maar toch... Als je er s'avonds inloopt, heb je het gevoel dat je je ogen dicht moet knijpen en dat je een beetje... Ja, dat is wel met deze. Heb je daar s'avonds al gezien, deze lamp? Nou, deze niet, maar bij ons in de wijk, snap je, heb je gewoon zo'n schemerig gevoel, snap je, heb je niet echt het gevoel dat het licht is, maar je moet een beetje zo... In welke wijk zit jij dan? Bij de Hoven. Oh, ja. Maar dat is helemaal oud, allemaal die kruis. Nee, die helemaal nieuw staan daar.
Ja? Ja, met die LED-lid. Is dat het stukje van de oven daar? Nee, het oude stukje daar zo. Hmm. Het is allemaal nieuw, het is allemaal oude neergezet. Hmm. En dit is... Ja, dit is van de week gedaan. Ja, we zijn wel langer bezig hier in deze kant van Zutphen. Ik heb nog een foto voor zien van Sols. Ik wil zeggen, dan brandt hij nog op 100%. Maar ik vind het altijd zo'n mistig licht. Hè. Het is niet echt dat je duidelijk ligt. Vroeger met die lantaarnpalen zag ook... Nee, wacht even. Ik hou het me overal mee bezig. Maar ik ben altijd bereid om naar goede informatie te luisteren. Maar zelf heb je ook het gevoel dat die 5G negatief is. Nee, ik heb er wel een stukje van op nieuws gezien laatst. En daar hadden ze toch echt... Ook bij een boer in de buurt, daar hadden ze met de koeien hadden gewoon last van. Ja, bijvoorbeeld eenden duiken weg met hun koppen in het water en zo, als ze de boer aanzetten. Hm. Dus dieren nemen het echt wel waar. Ja, het technische gedeelte is wel lastig met bijvoorbeeld het Kai-netwerk van de Ziggo bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan met koper en zo. Als je dan open en bloot koper hebt zitten, in je aansluitdoosjes of wat dan ook. En zo'n 5G-zender zit vlak bij huis of zo. Ja, dan kun je nog wel eens blokjes op je beeldscherm krijgen. Ook dat nog. Is veel meer. Nee, ik heb dat enorme interferentie en zo. Ja, en dan met die elektrische wagens, hè, wat ze nu nog gaan invoeren. Want in 2005, 2006 wil Europa... 2050. Nee, 2025, ja. 2026 ja. Willen ze de brandstofmotors, de auto's met verbrandingsmotors, willen ze eruit hebben. Ja. Dus heb je alleen maar elektrische auto's, maar het hele net kan het helemaal niet aan. Nee, dat kan ook helemaal niet. Nee, dat is onmogelijk. Dus op dit moment is dat totaal onmogelijk. Ja, het is een totale fiasco gaat het worden. Ja, ze moeten naar de waterstof, jongen. Eigenlijk wel, ja. Een beetje wel, ja. Waterstof is gewoon de brandstof waar je wat mee kunt. Je kunt het opslaan. En dat is het, hè. De hele stroom ook, zonnepaneeltje op dak, maar je kunt de rommel niet opslaan, hè. Nee. En als je de... Die Belgen of die waren dat toch al zoveel met die zonnepanelen. Die dingen die vangen ook de waterstof af. Dus ja, je haalt gewoon uit de lucht. Nou, je verbrandt het en het is gewoon een verbranding. Ja. Je moet alleen comprimeren, dat is maar ja, het heet ook transitie, hè? Dus dat is een transactie en dat betekent het overdragen van het een naar het ander. Ja, de ene brandstof naar de andere brandstof, ja. Ja, maar ook de kijk, nu moeten we bij Shell en moeten we bij al die bedrijven kopen. En kijk, als het allemaal gratis is, ja, hè, wie wordt dan de grootste concurrent van de multinationals? Ja, dat zijn de kleine ondernemers. Ja. En die worden nu eigenlijk... met die nieuwe klimaatwet, snap je? Ze lopen wel te zeggen, die kinderen lopen dan bij de United Nations te zeggen, oh, wat erg jullie. Maar ondertussen gaan ze de klimaatwetten invoeren. En dat betekent dat je onteigend kan worden zonder dat er rechten er nog aan vast moeten komen. Ja. Dat als ze zonnepanelen ergens neer willen zetten, jij woont daar, kun je gewoon, moet je verhuizen. Ja. Je huis wordt minder waard als je er iets bij zet. Ja. Noem het maar op. Ja. En dan krijg je straks de groene politie, zoals ze het noemen. Dan krijg je ook de groene gevangenis. Ja. Want dan zeggen ze, als je niet meewerkt, dan ben je tegen het klimaat. Ja. Dan krijg je, dat is het nieuwe god. Ja, leuke Orwelliaanse toestanden van. Nou heren, bedankt voor de informatie. Ja. Succes met leven, pas op voor de mooie vrouwen. Moet ik ook. Nee, daar passen we helemaal niet voor op. Daar gaan we niet juist naar kijken. Oh. Tot morgen. Ja, tot morgen. Nee, niet tot morgen. Tot morgen. Ik had het net opgezocht, een straatje, maar... Nou. Doe maar ruwen. Ja? Oh, wie dus niet zo. Volgens mij is eentje verder als dit. Ik kom daar wel. Ja, zie je wat staan. Ja, het kan zijn dat hij daar vandaan komt. Nou, mensen, doen dat ook.